Ledenprijs is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat innovatieve bedrijven in Hollands Kroon een podium krijgen. Er is enorm veel bedrijvigheid in onze gemeente. We zijn als gemeente een van de snelst groeiende op economiegebied in Nederland. Nummer 9 van de laatste 5 jaar gemiddeld. Dus echt heel mooi. En het heeft te maken met veel ondernemerskracht die hier langs de A7 met name zich ontwikkelt. En er zit veel innovatie bij. En wij vinden dat die innovatie wat meer aandacht zou mogen krijgen om ook andere start-ups aan te moedigen zich te vestigen in Hollands Kroon. Vandaag gaat de jury op pad om de genomineerde bedrijven voor de Lelyprijzen te bezoeken en te praten met de directies. Dat doen we aan de hand van 3 lijnen. We willen iets weten over de innovatiekracht van het bedrijf, over het HR-beleid, hoe draagt dat bij aan die innovatie en tot slot het toekomstperspectief. En dat levert 3 verschillende cijfers op met een gemiddelde en dat bepaalt wie uiteindelijk de winnaar wordt van de Lelyprijs. We staan in Middenmeer, Hollands Kroon en we zijn hier gevestigd sinds 2008. Wat doen jullie? Wij maken medische camera's. We proberen voor een chirurg zichtbaar te maken wat je met het blote oog niet kan zien. En dat kan van heel simpel bloedvaten zijn tot en met tumoren. En in de toekomst willen we daar nog veel verder in. Jullie zitten over de hele wereld? Ja, onze grootste markt is op dit moment buiten Nederland. Europa als geheel en Amerika. In Frankrijk hebben we een eigen kantoor, in Duitsland zijn we daarmee bezig en in Amerika hebben we ook een eigen kantoor. Lelyprijs hangt boven het hoofd om het zo te zeggen, waarom moeten jullie hem winnen? Nou ja, ik denk omdat we het meest innovatieve bedrijf van de Wieringermeer zijn, al zeg ik het zelf. Dan ben ik natuurlijk een beetje bevooroordeeld. Ik denk dat het een hele leuke erkenning is van waar we jaren mee bezig zijn en wat we doen. We staan in Wieringerwerf op de Westrak industrieterrein. Waar wij sinds vorige zomer geland zijn. Wat maken jullie hier nou precies? Wij maken composiet tankcontainers. Tankcontainers voor het vervoer van vloeistoffen. Het mooie van ons product is dat het de lichtste van de wereld zijn. Dat betekent dat onze klanten die kunnen meer vloeistof nemen, meer meenemen per rit. Waardoor ze natuurlijk veel kosten en energie besparen. Jullie hebben een unieke manier van produceren bedacht. Dat klopt. Een belangrijk deel van wat wij doen zit in de wijze waarop wij een composiet tank maken. Een composiet tank maken is niet zo nieuw. Alleen de wijze waarop wij dat doen, in 1 keer wikkelen, dat is eigenlijk uniek. En daardoor kunnen we een hele lichte tank maken. Lelyprijs gaat over innovatie. Waarom zouden jullie die prijs moeten winnen? Nou ja, ik denk dat wij hebben aangetoond dat je als heel klein bedrijf toch in staat bent om een heel nieuw product te ontwikkelen. En dat je toch in concurrentie bent met hele grote andere bedrijven die daar toch wel met een jaloers oog naar kijken. Wij maken cryogene apparatuur en wel hele speciale. Dus het spul gaat de hele wereld over. Cryogene, dat wil zeggen extreem koud. Dus wij werken met gassen die vloeibaar gemaakt zijn en daardoor zeer koud. Kun je wat toepassingen noemen? Waar wordt het voor gebruikt? Nou, voor de spullen die wij maken is het vooral in de wetenschap. En dan moet je denken aan de onderzoeksinstituten die met deeltjesversnellers allerlei elementair onderzoek doen. Wat mij vaak ook de pet te boven gaat. Maar het is allemaal goed voor de mensen, om maar zeggen. Waarom zouden jullie moeten winnen? Nou, omdat er weinig dingen zijn die niet innovatief zijn wat wij doen. Innovatie is wat we doen. Het is niet dat we 1 product maken die innovatief is en daar dingen over verbeteren. Nee, op het hele vlak doen we dat. Dus het zit gewoon echt in onze genen. Dus ik denk dat het wel moet.